Dat zijn de makkelijkste planten natuurlijk. En wat doe je dan met dat oude spul? Laten zitten. Ja, hè? Dan haal ik niet weg. Dat gaat, bijna alles gaat weg, gaat door de hakselaar, maar van de varens blijft er af. Oh ja. Ja. Dan kun je die toppen beschadigen. Nou, en wat ik dan gehakseld heb. Kijk, wat gaat hier in die bak op? Ja. Zo. Het zwarte goud. Ja. Oh, dat is mooi zeg. Kijken, dat is topkwaliteit, jongen. Ja. Ja, ja, ja. Jeetje, maar dat komt er wel vol, denk ik. Al die, Ja, ze zijn nu. Ik heb ze nu bijna. Dit is de laatste, dan heb ik ze leeg. Ja. En ik ben er weer aan het vullen. Ja. Maar dat duurt een half jaar als het compost is. Ja. Dat heb ik allemaal al uitgestrooid over de tuin. Nee. Ja, die is, moest die blijft volgen? Die blijft vol. Het is ik ben eens met een polletje bamboe begonnen. Ja. Het is een beetje uit de hand gelopen. Nou, dat is, ik vind dat zo fijn spul. Het is een goede afrastering. Vind je niet? Ja, het is ook handig om voor stokken. Oh ja. Ter ondersteuning. Ja, ja, als ik stokken nodig heb dan knip ik daar een paar af. Ja. Maar hier is mijn ochtendterras. Dat is natuurlijk ideaal, want je hebt natuurlijk de hele dag zon. Ja, ergens. Begint het 7:30. Ja? Als ik dan zomers vrij heb, dan komt daar de zon op. Ja? En dan zit ik hier te ontbijten. Hier met een tafeltje staan. Ja. En dan zit ik hier lekker te bedenken wat ik de hele dag hier ga doen. Ja. Ongelooflijk. Kat naast me. Ja. De vrouw ligt dan meestal nog op één oor. Ja, precies. Vrouwen hebben altijd een lange rusttijd nodig. Maar hier zit je helemaal uit de wind. Ja. In deze hoek zit heel nieuw. Ja. In het zonnetje naast. Het heerlijke.